Ja. Ah, ja, kijk. Okay. Wat vind je van Matthias? Ik heb Matthias nu een paar keer zien op training. En ik denk dat hij wel een leider kan zijn voor een ploeg zoals deze. Hij heeft ook een goede lange bal. Hij staat altijd goed in positie, goed aan de bal ook. En ja, een goede gast eigenlijk ook. Ja, we samen testen gedaan en een beetje gesproken ook. Ja, een goede kerel. Okay, dat waren de goede punten, wat zijn de slechte? Strikpraktisch. Slechte punten. Nee, nee. Zullen we niet doen, dat zelfs als de camera's weg zijn. Oké, hoe vind je van het gevoel? Ja, we kennen elkaar eigenlijk nog niet zo lang, maar ja, we hebben samen testen gedaan, een beetje gesproken zoals hij zei. Hij is nog jong, denk ik. Kan denk ik nog een mooie carrière maken. Dat hij uitgeleend is van Brugge, denk ik. En ja, snelle voetjes, goede trap van ver. En ja, we hebben eigenlijk nog niet veel samen kunnen spelen. Dus dat is een beetje het enige wat ik al gezien heb van hem. Nu hebben we samen getraind, maar het belangrijkste is toch de wedstrijd. Dus ik zal misschien beter kunnen antwoorden na zondag als hij mag spelen. Ja, hopelijk. Zeker, zeker. Pop. Eens even kijken. Vinden jullie zelf dat jullie te weinig kansen kregen bij jullie respectieve clubs? Wie begint? Ik begin? Te weinig kansen, dat weet ik niet. Ik ben nog jong en denk dat ik in een leerproces zit. Daarvoor dat ik eigenlijk ook naar Westerlo gekomen ben. Omdat ik dacht, ja, ik zag ook wel van mijn club dat het moeilijk ging worden. En waren redelijk wat spelers ook om in positie. Te weinig kansen, denk ik niet. Ik had wel meer gewild en waarschijnlijk ook wel meer verwacht. Maar ik denk wel dat ik het goed moet inzien dat ik nog jong ben. En dat ik dus nog veel kan leren voor... Om nog op een hoog niveau te kunnen spelen. Ja, als je niet elke wedstrijd speelt, dan heb je nooit niet genoeg werk. Dus ja, je wilt altijd meer. Maar dat was voor mij mijn eerste wedstrijd in 1A. En ik denk dat dat best wel goed verlopen is. En ja, naar het einde toe heb ik iets minder gespeeld, maar dat was wel oké. Ik heb gewoon hier dat project voor mij gekregen van Westerlo. En dat was voor mij echt een mooi project. Ik denk dat de club echt stappen wil zetten, zo snel mogelijk terug naar Reda wil gaan. En ja, ik wil daar gewoon deel van uitmaken. Kijk, waarom Westerlo? Ik zal beginnen. Waarom Westerlo? Ik heb al een paar keer contact gehad met Westerlo. En ik denk dat nu het juiste moment was om naar hier te komen. Ik heb het juist al gezegd, eigenlijk het project. De club doet er alles aan. Ik denk de voorzitter, iedereen in de club doet er alles aan om zo snel mogelijk naar het hoogste niveau te gaan. En dat is het belangrijkste voor een speler als je zo in een club mocht komen en mee met de club mocht groeien. Dat is het belangrijkste. Ik ken ook Pietro van vroeger bij Union. Ik heb een beetje met hem kunnen praten en ja, hij heeft mij gewoon al het positieve gezegd over deze club en mijn keuze was eigenlijk snel gemaakt. Ja, ik zit eigenlijk in een moeilijke periode wel. Van een andere periode bij club. En dan zocht ik naar een andere club. En kwam er een bepaalde naam en dan kwam Westerlo erbij. En dan, ja, dan keek ik waar ze stonden en de positie waarin ze zaten. Dan zag ik wel dat ze in een goede positie stonden. En ik ken hier natuurlijk ook een paar spelers. En Thomas stuurde mij op Instagram ook een bericht van of ik niet bij Westerlo zou kunnen komen spelen. En samen kampioen te worden. En dan nodigt dat wel uit, denk ik. En ja, gewoon de club spreekt mij ook wel aan, denk ik. Om zo snel mogelijk kampioen worden en dan naar Rina. Dat was wel een vraag. Wanneer is jullie seizoen geslaagd? Wie heeft die vraag opgesteld? Als we kampioen zijn, dat is toch niet moeilijk? Ja, dat is toch niet moeilijk? Dat zijn de vragen van Pieter. Dat is het enigste belangrijke dit seizoen. Ja, dat is belangrijk. Ja, dat vind ik niet. Dat spreekt een beetje voor zich misschien. Ja, oké, ook wel de speelminuut natuurlijk. Ja. Zoveel mogelijk speel natuurlijk, maar denk als je kampioen bent, dat is gewoon het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Ik denk dat je nu, alleen voor iedereen denk ik in de groep van de spelers denk ik, moet je eigenlijk nu niet naar je eigen kijken, want ik denk voor iedereen het belangrijkste is om kampioen te worden en of dat je meer of minder speelt. Ja, dat is voor iedereen positief eigenlijk. Als je kampioen kunt worden, dat staat gewoon, je vergeet dat nooit. Hè. Ik ben vorig seizoen kampioen geweest met Union en als ik dat terug mag doen nu, dus je vergeet dat nooit meer van gans uw leven. Dus dat is gewoon het belangrijkste. Om te eindigen nog een klein quizje. Om te eindigen nog een klein quizje. Okay. Thibaut, van welk jaar dateert onze laatste titel? 2015. Zo is een gespiek daar, zo is het. Nee.
2014. Oké. Oké, Matthias. Er is één speler in de selectie die er toen al bij was. Wie? Was niet meer. Koen? Moet je hulplijn gebruiken? Of, nee, het is Koen. Koen, nee. Koen, nee. Ik weet het antwoord zelf niet. Ja, oké, okay, Koen, oké, okay, Koen. Oké, Timon. Van? Koen van Langen. Ah. Hij weet niet wie dat is. Jawel, de keeper. Ah. De keeper, jawel. Oké, okay, Thibaut, in de Kempen eten ze graag? Penzen. Heel goed gearticuleerd, heel duidelijk. Penzen. Okay. Prima. Matthias, met welk vervoersmiddel komen onze supporters graag? Graag. Met de fiets, met de velo, hè? Met de velo. Met de velo. Dat was toch een liedje, dus. Wat is het? Ah ja, ja, mensen in de fiets. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, met de velo. Oké, okay, dan de ultieme vraag: wat is onze slogan? En dan alles samen. Okay. Misschien nog iets enthousiaster zo aan. En dan alles samen. Ja. Oké, dat is oké, maar dat is oké. Alsjeblieft, top. Pak ook beelden van Pietro. Pietro, je wilt interview?